Goedendag, kijk naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. Vanmiddag hadden we veel bewolking op de Noordzee en stapelwolken boven het land. Daardoor kon de zon geregeld schijnen, maar af en toe trokken ook wolken voor de zon. In de namiddag ontstonden er een paar buien en ook vanavond kan er nog een enkele bui vallen. Maar in de loop van de avond lossen de buien weer op. Vannacht daardoor op de meeste plaatsen droog weer, alleen in de kustregio valt nog een enkel buitje. In het binnenland kan nevel of een mistbank ontstaan. Temperaturen dalen tot ongeveer 9 à 11 graden en de wind is rustig. Morgenochtend een grijze start in het binnenland, aan zee nog een enkele bui. In de loop van de dag breekt overal vaker de zon door en dan trekken de buien van de kustprovincies naar het oosten. Het wordt zo'n 17 graden. Zondag is het grotendeels droog, heel misschien in het noordoosten een bui, en dan 16 à 17 graden. Ook maandag lang droog, maar later op de dag en dinsdag komt er weer bewolking en gaat het opnieuw regenen. De temperaturen de komende dagen iets onder normaal. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza en ik wens u een goed weekend.